Ho, hé. Hey. Het is hier geen fietspad, hè? Je zou moeten schamen. Wel ja, joh. Anders laat je je hond gewoon lekker op de stoep kakken. Zal ik anders bij jou een keer voor de deur drol komen draaien. Ah, hier. Kijk. De gemeente laat alles maar woekeren. Jongen, jongen. Hier. Ah, je loopt gewoon. Oh, hey. Ah, god, lijkt hier wel een jungle. Ja, sterker nog, het is gewoon een jungle. Het is gewoon verschrikkelijk. De buurt verloedert waar je bij staat. En niemand doet iets. Schande. Kijk, en dan krijg je dus hier ook last van. Graffiti, ja? Graffiti, tuig met spuitbussen. Nou, en dan weet je dat je buurt ten dode is opgeschreven, hoor. Echt. U weet dat dit een werk is van Pipsqueak Was Here? Wat zeg je nou allemaal? Dit is een kunstwerk van Pipsqueak Was Here. Een wereldberoemd kunstenaarsduo. Zeg, anders kom je op meteen staan. Hè? Zei u wat? Als jullie niet de hele dag naar die herrie zouden zitten luisteren op jullie iPads, ja? Dan zou ik die alles twee keer hoeven zeggen. Dat is geweldig, hè? Luistert u ook naar de audio toe? Nee, natuurlijk niet. Jongen, 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 ik woon hier gewoon in de buurt. Mag dat ook? Woont u hier in de buurt? Ja. Zei u dat nou? Ja. Echt waar? Ja. U komt elke dag langs dit kunstwerk? Ja. Oh, wauw, wat bent u een mazzelaar, zeg. Ik ben helemaal vanuit de Achterhoek hier naartoe komen rijden. En u kunt er gewoon elke dag van genieten. Ja. Wauw. Ja, dat is misschien ook wel zo. Zeg, hallo. Dit is kunst, ja? En jullie passeren een fantastisch kunstwerk, maar jullie zien het niet eens. Omdat jullie allemaal heel erg druk met jullie zelf bezig zijn. En met jullie portemonnee, want zo is het ook. Jongen, jongen, jongen. Wordt nooit wat met deze buurt. Tuig is het, en ga eens. Het komt door de mensen. Niks anders.